bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Zoals je ziet is het al avond. En ja, ik ben dus overdag vergeten te vloggen. Het komt omdat ik heel de dag keihard heb zitten knallen achter die laptop. Maar voor de rest van de week staan er genoeg leuke dingen op, op mijn programma. Dus ik zou zeggen, kijk hem zeker eventjes verder. En ook ga ik je deze week bekendmaken. Ja, over dat ik het misschien allemaal iets anders ga doen. Dus ik zou zeggen, kijk even met me mee. Ik ben weer gelukkig. Altijd, hè. Maar er viel net weer een pakketje op de mat. Deze unit. Ik denk, huh, ik had toch niks besteld? Maar toch wel. Want ik had van vorige week heb ik het tijdschrift besteld. De Grammy Magazine van Amber, de Social Good Girl. Je herkent haar misschien wel van de foto. Maar zij heeft dus een super vet en heel erg dik tijdschrift samengesteld. Uit liefde voor Instagram. Met allemaal tips. En zoals je ziet is het niet zomaar het eerste beste tijdschrift. Want man, oh man, dit is echt een hele dikke. Ja, daar is die. De Grammy. Hele vette illustratie. Wow. Vet man. Ziet er super profi uit. Happy Valentine's Day. Kijk eens wat ik heb gehad van mijn schatje. Ah. Waarom mijn slofjes? Want ik, waarom ik er weer schat? Omdat jij altijd koude voetjes hebt. En omdat jij die altijd opwarmt. In bed tegen mij aan. Ik snap niet het probleem. Nee, en omdat ik toch met heel mijn schoenen het hele huis jakkerde. Ja. Zo verrassend. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk, daar word ik nou blij van die bloemetjes. Ik noot tot mezelf, ik ga vaker bloemen in huis halen. Want staat gewoon gezellig en je wordt er gewoon lekker vrolijk van. Dus goed begin van de dag. Hallo, zoals je ziet, ik ga zo meteen weer live. Want Facebook heeft er een heerlijke update aangekondigd over het organische bereik. Dat ze dat op een andere manier gaan meten, de statistiek. En dat zal zorgen voor 20% daling. Ik denk dat heel veel ondernemers en marketeers daar helemaal in de stress schieten. Maar het is eigenlijk niet nodig. Er verandert in principe niks. Alleen de manier waarop het wordt weergegeven. Dus ik ga ze dat zo eventjes uitleggen. Ik voel me weer als herboren, want gisteren met I'm a ghost. Gisteren met Valentijnsdag zijn Mark en ik s'avonds nog heerlijk naar de sauna geweest hier in Den Haag. Dus we zijn weer helemaal relaxed, klaar voor een nieuwe dag. En ik ga zo meteen eventjes beginnen, want mijn hoofd blijft maar malen om alles op te schrijven. Even een brain dump. Dan het in categorie te verdelen en dan te kijken, okay, wat is nou echt prioriteit niet. En zodat ik ook zeker weet dat ik geen dingen vergeet. En dat is allemaal voor mijn nieuwe project. Voor vandaag heb ik ook nog consultancycalls op de planning staan met mijn klanten. En ik heb ook nog een call met Tibor weer op de planning staan. Dus dan gaan we mijn huiswerk bespreken. Zo, nou ik ben net terug van wandelen met Kees. Ik had vanochtend nog mijn haar gefeund. Maar ja, met dit... Mieze weer. Blijft daar vrij weinig van over. Ik ga me zo even voorbereiden om te komen met Lieneke van Mom & Balance. Daar sta ik heel veel zin in. En daarna even lunchen. En dan is het alweer tijd voor de call met Tibor. Ik laat je zeker even weten hoe het is gegaan. Zo, de consultancy call zit erop. Het was heel erg vet om te doen met Lieneke. We hebben echt stappen kunnen maken dat ze nu die campagne kan gaan draaien. En ik heb echt... Ik ben ervan overtuigd dat ze een hele goede resultaten mee kan halen. Dus dat is natuurlijk super. Wat ook behoorlijk geweldig was en waar ik ook helemaal hyper van ben, is het gesprek met Tibor. Ta-da-da-da. Dit zijn allemaal aantekeningen. Daarnaast neem ik de call ook altijd op via Skype. Zodat ik het nog even kan terugkijken. En ik heb weer wat huiswerk. Ik ga namelijk mijn concept als een pop-up lanceren. En we hebben nu wat meer concreet gemaakt van wat er dan die week moet plaatsvinden. En dat ik ga nu eventjes de sommetjes uitschrijven van okay, wat zijn de kosten en wat zijn de opbrengsten van een dag in die pop-up. Zodat we dat ook helemaal helder hebben. Zodat we op die manier ook strategische beslissingen kunnen maken. Dus dat is heel erg vet. Maar eerst ga ik Kees even... Kees? Keesie? Gaan we wandelen? Ja, yeah, gaan we? Wij gaan wandelen. Ga ik die even uitlaten. New day, it's Friday, almost weekend. Ik heb vandaag een beetje een hectisch dagje voor de boeg.
Ik ga nu eerst even met Kees naar buiten. Dan heb ik een consultancy call. Daarna ga ik even snel naar Amsterdam. Want ik ga een locatie bekijken voor mijn pop-up, voor mijn nieuwe concept. En heel de middag ben ik ook bezig met de pop-up. Dus ja, heel veel leuke dingen en ik neem je natuurlijk mee. En onderweg naar Amsterdam. Muts op, sjaal aan, handschoenen. Misschien een tikkeltje overdreven. Van mij zullen ze niet verrassen, ik ben wel koud. Dus ik ben heel benieuwd naar de locatie. Ik ga het je zo meteen ook laten zien hoe het eruit ziet. En ik hoop dat het net zo is als op het plaatje. En dat ik inderdaad dat kan gaan gebruiken voor de pop-up. Spannend! Nou, ik hoorde het mezelf nog zeggen toen ik hier wegliep. Ik laat het je zo meteen wel even zien. Maar ik denk dat er iets te veel omgaat in mijn hoofd. Want ik ben het helemaal vergeten. Dus ik ben er wel net geweest. En ik ga nu eerst eventjes Kees weer bevrijden uit zijn bench. En dan vertel ik zo meteen hoe het was. Ja, waar was ik? Hoe het was. Kees draait me ondertussen weer vast. Hoe het was. Ja, ik vind het op zich een hele vette locatie die ik had, die ik heb bezocht. Alleen ik zoek toch eigenlijk wel echt één grote ruimte en één iets kleinere ruimte. Maar dat je die wel, die twee van elkaar kan scheiden. Nou is dat hier ook wel, maar dat is met behulp van een gordijn. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus het is wel echt heel balen, want de locatie is goed. De inrichting is goed, althans ja, daar kan ik alles zelf doen. Alleen, ja, de ruimtes zijn nog niet helemaal top. Dus ik ben benieuwd of ik nog iets anders ga vinden. En anders ga ik toch dit doen. Maar ja, gemengde gevoelens dus. Maar ik hou je op de hoogte en dit keer ga ik het echt doen. Dus je hoort het vanzelf welk het wordt. Het is vrijdagavond, Mark is er niet. Dus ik heb eens besloten om mezelf lekker te verwennen en goed voor mezelf te zorgen. Dus dit is mijn diner. Pizzaatje, chipjes en cola. En ik heb nog een inbox die vol zit met 100 ongelezen mail. Dus ook dat is mijn plan om die te killen vanavond. Kees, afblijven. Dus ja, super spannend. We zijn inmiddels 2,5 uur verder. En al die mails heb ik gewoon beantwoord. Woep woep. Ik voel me nu echt heel erg goed. En het was echt al weken wat me achtervolgde. Nu heb ik alleen nog de Messenger inbox die me achtervolgt. Dus ja, die komt de komende dagen komt die aan bod. Maar blij dat ik dit in ieder geval bij heb gewerkt. En ik ga het niet meer laten verslonsen. En nu ga ik lekker naar bed. Yes, het is... wat is het? Zaterdagochtend, 7 uur. Ik ben klaar wakker. Ik ben eigenlijk volgens mij al bijna 2 uur wakker. Komt omdat ik aan het malen ben in mijn hoofd over mijn nieuwe concept. Dus ik denk, ik ga er maar uit. Ik ga een boekje lezen en daarna ga ik met het concept aan de slag. Ga ik even alles op papier schrijven in de hoop dat mijn gepieken dan wat meer weggaat en ik meer overzicht heb. Hij ligt in de mand. Waar zijn je oogjes dan? Ja, dat is echte liefde. Tomatenpoes liefde. Tomatenpoes. Weet het nou? Tompoes. Tomatenpoes. Tomatenpoes. Kees en ik hebben vannacht alleen thuis geslapen, want Mark is naar een feestje, maar die stuurde mij net een spraakbericht. Het feestje was in Utrecht, maar dat hij wel een goede trein zat, maar dat hij in slaap was gevallen, dus dat hij nu in Amsterdam stond. Sunday feelings en echt geweldig weer. Heerlijk weertje, dus ik ga even met Kees naar het weer. Ja, we zijn weer op het strand. En het is echt een heerlijk weertje. Dus lekker genieten. Ik denk dat dit ook wel eventjes een goed moment is om ja, te vertellen dat ik eigenlijk mijn vlog zoals je die op dit moment kijkt, dat ik dat wat anders ga aanpakken. Dus ik ga het anders doen. Ik ga, waarom ik de vlog ben begonnen, dat is omdat ik ja, mijn kennis wilde delen over het ondernemerschap. Wat ik meemaak, wat mijn uitdagingen zijn, de valkuilen, de fuck-ups en de succesmomenten.
Maar ik merk dat ik, zoals ik ben begonnen met het vloggen, ben ik daar vooral mee gestart met de weekvlogs om ook wat ervaring op te doen. Goed zo, Kees. En die ervaring heb ik nu wel. Ik voel me al iets meer vertrouwd en iets minder awkward als ik over de straat loop. Maar ik wil gewoon veel meer waarde delen. En daarom heb ik besloten om mijn vlogs wat te gaan aanpassen. Om ze dus rondom bepaalde thema's te gaan maken. Zodat je echt het thema erin terug herkent. En dat ook een aantal vlogs over dat thema gaat. En thema's kunnen zijn over verbinding, over mindset, over persoonlijke ontwikkeling, over boeken die ik bijvoorbeeld graag lees en waarvan ik denk dat die ook voor andere ondernemers goed zijn of aanraders zijn, over de business coaching, want ik volg natuurlijk een business coaching traject, hoe dat in zijn werk gaat en nog veel meer. Ik heb heel veel ideeën, dus ik heb er super veel zin in. Ik zou zeggen, blijf dit kanaal zeker volgen, abonneer je, zodat je altijd een melding krijgen wanneer er een nieuwe video online komt. Iedere donderdag plaats ik een nieuwe vlog. En ik hoop dat je natuurlijk blijft kijken en dat je juist nog meer eruit kunt halen dan alleen een kijkje in mijn leven. Het kijkje in mijn leven blijft overigens, want dat vind ik heel erg leuk om te geven. Maar het wordt op een iets andere manier. Dus kijk alvast uit naar de volgende video. En ik hoop je dan natuurlijk weer te zien. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. Doei doei!